gevoel, of een gevoel voor de plek. Ja. Zoals, het was, dit was natuurlijk een oude munitiefabriek. En ook die. Ja, oh, ja. En die, bijvoorbeeld nu heb je die schaduwen, die driehoeken. En dat refereert ook bijvoorbeeld naar wat hier buiten. Je had hier de hembrug. Met die, ik weet niet of je dat weet, maar dat is echt zo'n ijvertoren op zijn kant. Die ging hier over de Noordzeekanaal heen. Zo'n enorme stralige draaienbrug. Ja. En die heeft ook allemaal van die driehoeken. Ja, die vormen. Maar die driehoeken komen bijvoorbeeld ook terug in het plafond. Dus alles gaat natuurlijk. Ja, het werken. De hele ruimte wordt gewoon één kunstwerk daardoor. Ja. Dus, maar die verandering heeft dus ook een soort gevoel, een soort echo van het verleden of die je hebt dit gemaakt en je wist dat je hier dit ging maken, of was dit er al en heb je het gewoon... Nee, die wand was hier natuurlijk. Ja, maar ja. Heb je eerst de ruimte gezien die je toen laat inspireren? Ja, zo werk ik. Ja. Zo werk ik. En dat was precies één maand geleden nu. Dus het is een heel heftig traject voor mij. Ja. Om dan in één maand tijd dit helemaal te ontwikkelen ook. Hè? Want het was gewoon een kijkdag van een half uur. En nou, dat was het dan. En dan vanuit daar moest ik het helemaal gaan maken. Eerst een idee. Hè? Dit is dan plan D. Is dit dan ABC D? Dit is dan geworden. En dan voorbereiden en dan opbouwen in een hele korte tijd. Dus die stress, heel veel stress eigenlijk ook. Nou, het is weer heel rustgevend werk nu, verder. Nu is het rustig. Ja. Eindelijk. Dat het weer af moet straks. Ja, dat is heel jammer. Maar dat hoort bij het werk, hè. Dat is onderdeel van mijn werk. Niks is voor eeuwig. Niks is voor eeuwig, toch? Dus dat hoort bij het werk eigenlijk, onderdeel. Ja.